Weet u voldoende over uw veiligheid in ons ziekenhuis? In de komende vijf minuten krijgt u te horen hoe u zelf een bijdrage kunt leveren aan uw veiligheid in het ziekenhuis. Onderwerpen die aan bod komen zijn informatie geven, informatie vragen, zelfzorg en nazorg. Het ziekenhuis zorgt ervoor dat u ten alle tijde veilig behandeld wordt, maar u kunt zelf ook een belangrijke bijdrage leveren. Geeft u voldoende informatie? Zorg ervoor dat de hulpverleners zoveel mogelijk over u weten. Zo kunnen hulpverleners u beter helpen. Het helpt om even een lijstje op papier te zetten met belangrijke informatie, zoals uw gezondheidsproblemen, heeft u soms een pacemaker of misschien een te hoge bloeddruk? Welke operaties heeft u in het verleden ondergaan? Bent u bijvoorbeeld onlangs opgenomen geweest in een buitenlandse zorginstelling? Bent u ergens allergisch voor? Bijvoorbeeld voor antibiotica, jodium of latex? Maak daarnaast een lijst met alle medicatie die u inneemt en noteer daarvan hoeveel, hoe vaak en in welke dosering u deze inneemt. En vergeet niet de vitamines, aspirines en middelen van de natuurwinkel. Schroom niet om ook eens uw minder goede gewoontes te vermelden. Bent u een roker? Drinkt u elke dag alcohol of gebruikt u wel eens drugs? Laat de arts dit weten. Uw arts behandelt alle informatie altijd vertrouwelijk. Bent u in het bezit van een bloedtransfusiekaart? Neem deze dan mee naar het ziekenhuis. Vraagt u door wanneer u iets niet begrijpt. U geeft veel informatie, maar uiteraard ontvangt u tegelijk ook veel informatie. Het kan zijn dat u niet begrijpt wat u verteld wordt. Is dit zo? Aarzel dan niet en stel uw vraag. Hulpverleners zullen uw vragen graag beantwoorden. Vraagt u zich af welke medicijnen u aangereikt krijgt en waarom u deze moet innemen? Of komen de medicijnen u niet bekend voor? Hebben ze bijvoorbeeld een andere vorm of kleur? Vraag dan om uitleg. Het gaat immers om uw lichaam. Vraag: "Kan ik deze pil innemen in combinatie met mijn andere medicatie?" Wanneer u een afspraak heeft in het ziekenhuis, neem dan iemand mee als zogenaamde zorgpartner. Het kan altijd gebeuren dat u niet alles onthoudt. Of dat u een belangrijke vraag vergeet te stellen. Daarom is het erg fijn om iemand bij u te hebben die namens u kan spreken, vragen kan stellen en aanvullende informatie over uw gezondheid kan geven. Draagt u zelf ook bij aan de zorg die wij verlenen? Als u lang in dezelfde houding ligt, kan uw huid beschadigd raken. Er kan dan een wond ontstaan. Dit verschijnsel heet doorliggen. U kunt dit voorkomen door voldoende te drinken, regelmatig te bewegen en van houding te veranderen. Ook als u in bed moet blijven of in een rolstoel zit. Zeg het direct tegen uw hulpverleners als u een rode huid heeft of last van pijn krijgt. Houd uw bed droog en schoon. Kreukels en kruimels zorgen voor een aanmerkelijk snellere beschadiging van uw huid. Een snelle en eenvoudige identificatie is heel belangrijk. We zorgen er op verschillende manieren voor. Dat een hulpverlener snel kan zien wie u bent. U kent wellicht het identificatiebandje dat een patiënt draagt tijdens een opname. Dit is een belangrijk identificatiemiddel voor hulpverleners. Zo vragen we ook wel eens twee of drie keer uw naam. Verbaast u zich hier niet over. Dit is een standaardprocedure. De hulpverlener wil er zeker van zijn dat zij de juiste patiënt voor zich hebben. Een goede hygiëne is heel belangrijk. Dit geldt zowel voor u. Als voor bezoekers en hulpverleners. Iedereen kan per ongeluk bacteriën overbrengen op een ander. Eenvoudig de handen wassen met een desinfecterende alcohol of gel kan verspreiding van bacteriën tegengaan en zoveel problemen helpen voorkomen. U mag hulpverleners en bezoekers erop aanspreken hun handen te desinfecteren. En vraag mensen hun bezoekje even uit te stellen als ze zelf verkouden zijn. Weet u wat te doen wanneer u het ziekenhuis verlaat? Vraag naar instructies over wat u wel en wat u niet mag doen als u weer thuis bent. Hoe dient u bijvoorbeeld een wond te verzorgen? Wat mag u wel of niet eten? En vraag wanneer u weer aan de slag kunt met uw dagelijkse activiteiten. Denk hierbij aan werk, sport en seksuele activiteiten. Weet u welke medicatie u dient in te nemen en in welke dosering? Maar weet u ook welke u vooral niet mag innemen? Wanneer u iets niet meer weet, Zorg ervoor dat u weet met wie u contact kunt opnemen als er thuis nog vragen zijn. Vergeet daarnaast niet naar elke controleafspraak in het ziekenhuis te komen. Kortom, houd u thuis ook aan de nazorginstructies. U bent zelf de eerste verdedigingslinie. Voor de volledigheid zetten wij de belangrijkste punten nogmaals op een rij. Geef informatie aan uw zorgverleners over uzelf en uw gezondheid. Breng iemand mee die met u meedenkt en meevraagt. Controleer of uw persoonsgegevens juist zijn. Eet gezond en drink voldoende. Beweeg ook regelmatig om doorlichtwonden te voorkomen. Schone handen betekent een betere zorg. Was uw eigen handen en zorg ervoor dat bezoekers en hulpverleners dit ook doen. Weet wat te doen als u naar huis gaat. Houd u aan de medicatievoorschriften en nazorginstructies. En onthoud, als u iets niet begrijpt, vraag dan altijd om meer informatie. Wij doen er alles aan om uw veiligheid tijdens uw bezoek of verblijf in ons ziekenhuis te waarborgen. U kunt hierin zelf ook een actieve bijdrage leveren.